zal mij even voorstellen. Ik ben Melissa de Koning. Ik ben coördinator burgerzaken, rechterhand van de diensthoofd burgerzaken. En ik werk hier nu iets meer dan 5 jaar. Voor we met ISCC personeelsplanning beginnen werken zijn, dat was nog voor mijn tijd, werd de personeelsplanning echt in Excel opgemaakt. Maar dat zorgde natuurlijk wel voor de nodige problemen. De ervaring met JCC personeelsplanning is eigenlijk echt wel een grote verbetering, omdat nu eigenlijk is het heel transparant voor alle collega's wie er aan het loket zit, hè, wie er loketdienst heeft, wie er vanachter in de backoffice zit en wie er met verlof is of wie een vergadering heeft. Nu, met JCC personeelsplanning kan je echt wel een mooi schabloon opmaken en uitrollen over een hele lange periode. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk nog heel weinig werk heb aan de personeelsplanning. Enkel nog verlofaanvragen erin zetten, waardoor dat eigenlijk echt nog weinig tijd in beslag neemt. Dus een grote tijdswinst. Ik zou JCC personeelsplanning zeker aanraden. Ik denk dat het wel interessant is om met jullie dan van start te gaan, maar dan zeker te kijken wat de mogelijkheden zijn en dan misschien toch wel te kijken of je van meerdere programma's gebruik kan maken. Bijvoorbeeld, we werken met klantgeleiding, JCC afspraken en dan JCC personeelsplanning. En dat is alle drie op elkaar afgestemd en daardoor verloopt het eigenlijk heel vlot. Wanneer je een aanpassing doet in het ene programma, dan kan je heel makkelijk de aanpassing doen in het andere programma. En dat zorgt voor tijdswinst.